Allemaal van harte welkom bij deze nieuwe SketchUp cursus video. We gaan werken met de pen, de cirkel en de rotate tool. En we gaan met deze oefening een soort van klok maken. En ik ga hiermee leren hoe je kan roteren en kopiëren tegelijk. Allereerst gaan we een lijn trekken. En die lijn die gaan we gewoon trekken met de pen tool. Zo. En we beginnen bij het hart van het assenstelsel, dat heet de origin. En daar klikken we één keer en dan zoom je een beetje uit met je scrollwiel. En dan ga je over de groene as heen. Zo, en dan zet je hem neer en dan toets je in 10.000 mm. Dus 10.000, enter. Dus we hebben dan een lijn van 10 meter. Maar als ik dat nou een keer reverse en het nog een keer ga doen... Dan kan ik ook gewoon 10m intypen. Dus gewoon 10m van marines. Dan maakt hij er direct meters van. Dat scheelt weer een hoop nullen. En dat scheelt ook weer wat kansen dat het fout kan gaan. Aan het eind van die lijn zetten we een cirkel. En die cirkel maken we een meter diameter. Of een meter, een straal van een meter. Dus een diameter van 2 meter. Nou, toets je in 1000, enter. Dan had je dus ook gewoon 1m in kunnen toetsen. Zo, en wat we nu gaan doen is we gaan alle lijnen die we niet nodig hebben, die gummen we weg. Zo, Steve halen we even weg. Weg ermee. En deze lijnen gaan we ook even verwijderen. Hop, hop en weg. Nou, dadelijk willen we roteren en dan moeten we eerst even laten zien wat we gaan roteren. Dus daar moet ik iets voor selecteren en dat is in dit geval de cirkel die ik net getekend heb. Dus daar klik ik even dubbel op. Zo. En dan pak ik de rotate tool. Dan komt er een gradenboog in beeld. En die gradenboog die zet ik in het hart van het assenstelsel, dus in de origin. Zo. Klik. En nou de eerste klikactie die de gradenboog heeft, is hij wil weten waar de nullijn is, dus van waar... Je wil gaan meten, dus vanaf welk punt wil je dat hij gaat meten? Van 0 naar 10, 20, 30, 40 graden. Nou, dat is over deze lijn, dus dat wordt mijn eerste klik. Zo, nu zit hij aan mijn muis vast, de cirkel die ik net gemaakt heb. Dus als ik een beetje heen en weer beweeg, dan zie ik hem al als een soort van klok heen en weer bewegen. Dat is mooi, want we gaan een klok maken. En tijdens dat ik het heen en weer bewegen ben, toets ik Ctrl voor Windows in of Alt Option voor de Mac. En dan komt er een kopie bij. Kijk maar. Zie je, dus ik toets nu Alt en Ctrl een paar keer in. En dan zie je dat ik hem zo aan en uit kan zetten, die kopie. Nou, dan ga ik met het origineel verder. En ik ga hem bijvoorbeeld roteren onder 180 graden. Nou, kijk maar even mee. Ik zit nu aan mijn muis vast, dus ik... Buig hem een beetje naar onder toe. Of ik toets in 180, enter. Nou, nu staat hij onder 180 graden. Eigenlijk wil ik deze ruimte nu opvullen met meer cirkels. En dat kan ik doen door het volgende te doen. Dan toets ik de slash in. Die zit op je toetsenbord. Die gebruik je ook bij websites. Slash dit en dit. En dan toets ik in slash 5, enter. En voilà, daar heb ik mijn origineel plus 5 kopieën. Die staan er netjes in die cirkel. En die staan ook allemaal van dezelfde afstand van die origin af. Dus zo kan ik meerdere cirkels in een cirkelpatroon kopiëren. Ik kan het ook bijvoorbeeld doen door meteen 360 graden te pakken. Dus ik ga nu weer een paar stappen terug. Ik klik hem nog een keer aan. Ik zet de gradenboog weer neer. Klik nullijn bepalen. Een stukje bewegen, Ctrl of Alt induwen. En dan zet ik hem op 360. En dan Enter. Snel, Enter. Nou, nu staan het kopie en het origineel over elkaar heen. En nu moet ik hem eigenlijk nog alleen maar delen door een bepaald getal. Dus ik toets in slash 4. Nou, daar heb ik er 4. Slash 8, heb ik er 8. Nou, laat ik hem meteen 12 doen, slash 12. Voilà. Nou, nu heb ik een klok gemaakt. Dus nu heb je leren roteren, selecteren, een cirkeltje maken. En nou, dit kan je natuurlijk doen met cirkels, met vierkanten, met andere vormen. Wat je maar wil. Je kan het ook met componenten doen, met groepen.
Kortom, de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Nou, ik heb je nu leren werken met de rotate, met rotate en copy. SketchUp barst van de mogelijkheden. En mocht je daar nou meer over willen leren, pak dan even wat andere instructievideo's van mij erbij. Of schrijf je in voor de dichtstbijzijnde SketchUp cursus. Ga daarvoor naar sketchupcursussen.nl. Ik hoop je heel graag te zien bij een andere video of natuurlijk live bij een van de cursussen. Vond je dit allemaal te veel, dan kan je natuurlijk ook een tekening laten maken. Kijk daarvoor op sketchuptekeningen.nl. Dus voor de cursussen, sketchupcursussen.nl. SketchUp tekeningen, sketchuptekeningen.nl.